Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog van Ramenfabriek op het Hoog. Ik ben Sophie en het is nog een beetje donker, want het is ongeveer 6:30. En ik ga zo elk moment onderweg naar de Ramenfabriek. We gaan namelijk vandaag een dagje mee met de montageploegen. Die hebben een project in Liemden, Noord-Brabant. En ik mag een dagje mee, dus ik ben super benieuwd, hartstikke spannend. En we gaan gewoon eens even kijken hoe zo'n dagje voor hun eruit ziet. Dus let's go! Zo, ik laat de mannen heel even met rust, want ze zijn druk bezig met het laden van de bokken. Op deze bokken worden alle kozijnen gezet die we vandaag gaan monteren. Daarna is het tijd om te vertrekken richting het werkadres. Als de monteurs zijn aangekomen, dan beginnen ze vaak even met een bakje koffie drinken, een boterhammetje smeren. Ze zijn namelijk al vroeg vertrokken. En dan overleggen ze vaak met de klant van wat gaan we vandaag doen, hier gaan we aan beginnen. En dan gaan ze echt van start. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat ik vandaag een dagje met jullie mee mag. En leg eens een beetje uit, hoe ziet zo'n dag er ongeveer uit? Nou, we gaan dadelijk even onze spullen klaarzetten. En dan gaan we beginnen met het slopen van een kozijn. Ja. Eruit halen. Rotzooi opruimen en dan gaan we voorbereidingen treffen dat het kozijn, een nieuwe kozijn, weer terug kan. Ja, dit is nou iets anders, de rolhek moet eraf, Frans hekje moet eraf en dan moet allemaal weer teruggeplaatst worden. We zijn vandaag waar Stef en Bombay, onze monteurs, gisteren ook al zijn geweest. Zij kennen de klant dus al, maar ik nog niet. Maar ik ga me even voorstellen en ik neem jullie mee. Tot zo! Nou, heel erg leuk dat we vandaag bij jullie mogen vloggen. Dankjewel. En ze zijn, volgens mij is dit de tweede dag vandaag dat ze hier zijn. Ja, klopt inderdaad. Ja, en wat hebben ze gisteren allemaal een beetje gedaan? Gisteren zijn ze begonnen met een korte uitleg. Hebben we rondgelopen wat er precies moet gebeuren. Ja. En ze zijn begonnen met deze slaapkamer. Oké, ja. Dat is dat hoekgedeelte, denk ik, hierboven, hè? Ja, klopt. Ja. En vandaag waren ze achter bezig en voor. Klopt. En heb je veel voorbereiding moeten treffen voordat ze kwamen? Moet je zelf veel regelen op zo'n moment? Nee, je moet zorgen dat het een beetje alles aan de kant is, dat ze werk kunnen doen, een stuk loper leggen. Ja. En dat is het. Dan valt het wel mee. Ja. En ik had ook gehoord dat als ze het een en ander beschadigen, dat ze het dan ook zelf oplossen. Zeker. Is dat ook van tevoren aan jullie verteld? Ja. Klopt. Ondanks de disclaimers in de offerte, dat het eigen risico is, toch wel. Natuurlijk zo netjes mogelijk terug. Ja. Nou, super. Nou, ik ga het gewoon allemaal volgen vandaag en fijn dat jullie mochten spreken. Superleuk. Tot. Maar goed. Achter mij wordt nu het oude kozijn eruit gesloopt. Bovenin is hij bezig. Dit doen ze vaak zagen en dan met een koevoet. Mocht het stukwerk een beetje worden beschadigd, dan werken ze het altijd bij. Maar ze doen het natuurlijk extra voorzichtig dat dit niet nodig is. Nadat het draaiende delen en het glas al verwijderd is, zijn de tussenstijlen op enkele plekken doorgezaagd. Nu breken ze de rest van het kozijn en de stijlen en dochtels voorzichtig los met een koevoet. Daarna voeren ze de oude kozijnen af in een container en deze wordt dan aan het einde van het werk opgehaald. Wel leuk feitje om te weten, het viel me net namelijk op dat elke keer als ik bij een ander kozijn was, dat er weer iemand anders stond. Dus ik vroeg aan Bombay van, hey, hoe zit dit nou? Ze zei, ja, wij werken eigenlijk in een treintje, dus de een heeft die taak en de ander die en zo wisselen we elkaar af. Ze zijn namelijk met z'n vieren, dus zo gaat ieder elke keer naar een nieuw kozijn en doet zijn taak. En zo loopt het door en hoeft het dus ook niet stil te liggen. Ik ben nu bij de mensen op de slaapkamer en hier zat eerst een leuk Frans balkonnetje voor. Maar nu gaat er een groot raam mee komen met één deel vast glas en één deel draaikiep. Ze zijn hem aan het klaarmaken en ik ga filmen hoe die erin gezet wordt. Achter mij zijn ze nu nog het laatste glas aan het vervoeren naar boven. En die gaan ze ook plaatsen en dan is het helemaal af. Denk jij na het zien van deze vlog dat dit werk wel echt iets voor jou is? Mail dan even je cv naar ramenfabriek@ophethoog.nl. En wie weet word jij wel onze nieuwe collega in de montage. Stef, ik vroeg me nog af dat als dit nou dus zo gebeurt voor zoveel dagen en jullie komen hier langs, moet je dan dus ook altijd thuis zijn? Ja, we hebben liever dat er een aanspreekpunt thuis is in verband met de vensterbankjes, de afwerken en de rolwijk. Als de rolluiken terug moeten, als er problemen voorkomen, dan we daar een overleg kunnen doen. Dus er moet gewoon altijd iemand aanwezig zijn? Liever wel. Ja. Nadat het kozijn waterpas is gemonteerd, wordt de deur verplaatst.
Daarna wordt het glas erin gezet en deze wordt met veel plaatjes uitgevuld, zodat de deur straks uitstekend werkt. Als dit gemonteerd is, worden de glaslatten rondom dichtgemaakt en is de deur klaar voor gebruik. Met peurscherm wordt de afdichting gemaakt. Daarna wordt het kozijn van de binnenkant helemaal netjes afgewerkt, zodat alles er piekfijn uitziet. Het is inmiddels 3 uur en de laatste kozijnen worden op dit moment afgesteld en klaargemaakt, zodat de bewoners vanavond hun huis weer goed kunnen afsluiten. Hierna zeggen ze de klanten gedag en rijden ze terug. Nou, en dan had ik nog even een vraagje van, hoe zijn jullie eigenlijk bij Ramenfabriek op het Hoog gekomen? We hebben al eerder een dakkapel laten zetten door jullie. En in ons oude huis in Bokstel hebben we ook al voor jullie gebruik gemaakt. Kijk. Dus eigenlijk een beetje via via zijn we weer. Was dan wel bekend bij ons. Ja, ja, ja. En tevreden over het... Ja, gaat goed. Dus, nou, vandaar de derde keer. Ja, vandaar. Derde keer, 3 keer scheepsrijs. Nou, superfijn. Ja. Nou, de mannen hebben alles weer een beetje opgeruimd en weer ingeladen. En die kunnen morgen weer van start. Want het project is natuurlijk nog niet af. Zoals de bewoners ook zeiden, zijn ze daar vrijdag klaar. Maar ik hoorde van Stef dat omdat alles zo voorspoedig liep, ze misschien al wel donderdags klaar waren. Ik had echt een superleuke dag vandaag. Heel erg leerzaam. Ik hoop dat het voor jullie ook heel erg leuk was om te zien. En vooral hopelijk ook educatief. Zodat je precies weet wat jou staat te wachten als onze montageploeg bij jou langskomt. Vergeet dus niet een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En klik vooral op het plusje, zodat je geen enkele video van ons hoeft te missen. Tot de volgende keer!